Een miljoen euro? Nee. Ik ga dan dood. Ik ga echt dood. I'm gonna call you in the city, love my name, nigga. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt, het is weer maandag en ik heb heel de dag gedraaid. En ik ga lekker uit eten nu. Ik heb ook gesport nog vandaag. En wij gaan eten bij Taj Mahal in Breda. En ik ga met wat meiden van Lots. En outfitje is een basic topje van Zara. Deze Asuals broek en deze gekke punthakjes van Sasha. En wij gaan lekker Indisch eten of Indonesisch, ik weet niet precies. Maar in ieder geval heerlijk zin in. De dames zitten hoor. Oh, wat lekker. Wat lekker, wat lekker, wat lekker. Wat lekker, wat lekker. Wow. Long time no see. Het is vandaag donderdagavond. Ik heb dinsdag woensdag gewerkt, as you know. Dus ik heb niks gefilmd, het is donderdag. En ik heb veel gedraaid nog. Deze topper. Het regent trouwens. Ik ga lekker uit eten met Mar. Ik ben moe. Maar ik heb ook echt heel veel trek, dus daar kan het ook aan liggen. Mijn wekker gaat af, want de telling is van Sophia mee is over 10 minuten. Verkrijgbaar. Dus die moet ik hebben. Dat is wel 70 miljoen andere mensen hier in Nederland. Maar wij gaan uit eten bij Los Latinos. Zin in, ik heb zoveel trek. In die biefstuk. Zitten ze weer, de dames. I'm gonna call you in the city, love my name, nigga, I ain't gotta say. Het is vandaag zaterdag. Hele slechte vlogjes dit. Ik was gisteren met Sam naar 108 Rotterdam. En daarna zijn we weer stappen. Was echt super leuk. Ik was om 5:30 thuis. En vandaag nog even gedraaid. Voor morgen. Echt zo veel zin in. Maar ik ben me er absoluut van bewust dat deze vlog even boring is. En niet leuk om naar te kijken. Anyway. Het is 's avonds, al kort over 9. Ik heb toen de facial tanning mist van Sophia Mee weer op voorraad kwam, meteen besteld. Vorige keer was hij echt heel snel uitverkocht. En mijn noem het eens. Majestic Texture of Mist heet die eigenlijk. Die is bijna op, maar ik heb nu de Majestic Texture gekocht. Omdat ik het niet zo'n hele goede droogshampoo vind. Ik vind vooral dat hij gewoon veel volume geeft. Maar niet per se mijn haar minder vet maakt. Daarvoor gebruik ik eigenlijk... even iets lichter zetten. Die van de Ethos. Die vind ik heel fijn. Gewoon eigen merk droogshampoo. Maar ik heb twee... tanning mist producten. En dan deze. Ik heb deze nog nooit geprobeerd. Dus ik ben wel benieuwd. Maar het moet goed zijn. Denk ik. En ik heb er nog een aura tester bij gekregen. Oké, ik ga lekker vroeg naar bed. Ik ben moe. Dat is ook niet heel gek. Gisteren heel laat thuis. Maar even lekker chillen. Bye. Jullie haten mij en ik snap het helemaal. Het is alweer zondagavond. Deze vlog is echt erger dan erg. Ik heb me klaargemaakt. Ik ben ready om zo meteen naar Amsterdam te gaan. Om te gaan draaien. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet me alleen nog even omkleden. Het thema is chic. Dus liplijnen gaat trouwens mee in taz en gloss. Dus ik moet een chique outfit aan. Nu is dat niet helemaal mijn ding. Maar ik heb wel het een en ander.
Dus dat komt goed. Ik ga me even omkleden. Het is nu, hoe laat is het eigenlijk? Bijna 4:45. Bijna 4:45. Ja. Wij zijn thuis. Nou, het was echt zo leuk. Ik zat helemaal in mijn element. Ja, lekker door knor. Zo blij dat al mijn lieve vriendinnetjes er waren en mij hebben gesupport. En dus echt, kon het me echt oprecht niet beter voorstellen eigenlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Dat ik zo vaak zag ik iedereen zo kijken naar jou en wat ik zei. Ah, kijk, hij heeft een fucking kanaal. Ja. Oh, hij beweegt zo. Wij zijn nu lekker aan het frituren. Away game, away game. Zij moet morgen gewoon werken om 9 uur. Ja, shit. Ja, dit is allemaal. Maar frikandellen, ze kan niet missen. Dat is echt leuk. Ik heb niet veel gevlogd. Living on the edge. Maar het was even gewoon, hoe heet dat? Fijn. Veel. Dus ik heb niet veel gevlogd, zei ik. Dus het was gewoon even veel regelen en alles. Ik moet ook zeggen, als ik hier beelden van het draaien in zou doen, kan niet. Mensen zeggen, niet waar, joh. Dan zou mijn auteursrechtenclaim ook telkens opkomen. Dus dat kan ik er ook niet in doen. Maar je moet TikTok even checken, daar komt het op. En Insta. Ja, maar het is niet zeg maar dat je nu een deel van je leven hebt gemist of zo. Als je dat neemt. Mijn of als je leven. Dat... Nee, is ook zo. De lady. De lady. Zo gezond in frikandel. Ja, kom op, chef. Schiet echt mijn man. Blijf iets neven. Nee hoor. Jij weet mij niet. Au. Late night dinner. Ik heb lekker deze frietsaus van de Mac nog. Zo lekker, godverdamme. Zo lekker, godverdamme. Zij vindt mayo en alle sausen vies, behalve appelmoes en saté. Yep. Yep, yep. Wie zei dat daarnaast? Ik weet niet meer. Iemand vond mayo ook niet zo lekker. Ik vond dat fijn. Oeh! Ja. Oh, maar jij hebt geen gevoel. Ik heb niemand. Een vuurvaste mond. Ja, en handen. Ik weet niet hoor. Hallo, weet je. Oh, man. Pak me, ik wil het eten. Ja, ik kom echt net 1 seconde uit de frituur. Wauw. Ik heb nooit zo'n verse frikandel, want normaal worden ze eerst met die mat geplikkerd of in een tas. Nog crazy. Eeuw, nee, niet zo. Die trut die moet nog op deze manier. Oh, hij is in mijn been. Waar heb je dat vandaan gehaald? Ik heb bij de Mac gekocht. Echt? Kan dat? Oeh, ja. Hij is helemaal... Blijf staan. Kan dat moet je dan inside de Mac? Nee, kun je gewoon bij de drive bestellen. Gewoon een... Gaat het? Zo lekker. Mm-hmm. Oh mijn lord. Oh mijn lord. Ik heb kapot veel. Zat deze uit. Toch wel lekkerder met mayo. Ja? Ah. Dus dan kan je gewoon in de McDrive gaan staan en dan ik wil een fles frietje hebben. Ja. Echt? Ja. Weird. En dan verkopen ze geen plastic bakjes meer. Ja, ik vind dat prima. Je krijgt wel zo'n hele fles, maar geen bakje. Zo lekker. Deze frikandel liggen wel echt al een jaar in de vriezer. Ja, ik proef het wel. Echt? Oh. Volgens mij maakt het echt niet uit. Nee. Maar, eet niemand hier frikandels? Ik had deze gekocht voor mijn geslaagd feestje vorig jaar. Oh. Dat is echt een jaar geleden. Nou, niemand eet een frikandel. We zijn bij Mart trouwens.
Je bent net wakker gemaakt. Hij was wel blij. Hij zei ook, wat was zijn reactie? Nee. Ja, wat zei hij nou? Ik doe niet. Ja. Noem niet, ik niet meer. Maar hij lag al te slapen, San en ik rende naar boven. Sprong op hem. Crazy. En dan lekker cola zero. Zo lekker. Ja, is wel echt een goede afsluiter. De kanalen heb ik het gemeest. Heb ik het gemeest gemist. Kort. Kort. Toen ik in Vietnam was. Hoe voel jij dit niet? Die vingers van mij zijn helemaal verbrand. Moet ik nog een... Als jij wilt. Ja, maar. Wat wil jij? Ook wel. Misschien is het wel genoeg. Ja, ik wel. Of nog één delen. Oh ja, dat kan ook. Ik heb altijd mijn saus. Oh dat... nee. Dat kan verdammen. Als mijn saus niet op is, wil ik meer. Ja, jij kan er niet eens naar kijken, hè? Nee. Yo, crazy. Godverdomme. Kijk. Oh. Ik kan dat niet eens gewoon... Nee, man. No, man. Ik zou mayo wel echt kunnen eten. Zo lekker. Jij komt dat het laatst van mij. Zou je dat nooit doen? Oh ja. Ja, dat vroeg jij, hè? Ja. Aboy! Aboy! Ken je die van Minion? Aboy! Dat zijn wij. Aboy! Dat was jij net. Voor een miljoen zou jij geen mayo... Eén lepel mayo voor een miljoen. Een miljoen euro! Ik ga dan dood. Ik ga echt dood als ik dat doe. Cap. Nee, kan je niet. Ik zou echt veel doen voor een miljoen. Ja, maar niet dat. Eén lepel mayo. Gadverdamme, ik moet meer aan het denken. Ik zou niet eens. Ik lust de laatste tijd terug voor mij en nog veel, maar nee, daar ga ik echt geen lepel van in de bek stoppen. Echt niet, echt niet. Nee. Nou, 5 minuten aan filmen. Hè? Ik heb al zijn al 5 minuten aan het filmen. Ja, dat wil ik nog nooit zijn. Leuk, hè? Oké. Het is maandag. Mijn vlog is bijna aan het uploaden. Ik ga hem zo editen. Ik heb hem al een stukje geëdit. Dit was echt een rot vlog. Ik zeg het ook al 500 keer. Maar volgende week wordt het een meer... Hoe heet dat? Stabielere video. I promise. Was echt zo leuk. Het draaien ging top. Het was super gezellig. Ik ben super blij met alle lieve vriendinnetjes die mee waren. En heel veel leuke foto's en filmpjes gehad. En gemaakt voor de herinneringen. Dus als je het leuk vindt om te checken, check even TikTok en Insta. En ja, dan ga ik hem lekker afsluiten en meteen online gooien. Ik heb echt ineens weer veel pukkels nu ik ook weer make-up draag. Dat was wel even een voordeel aan Vietnam. Laat ik echt de meest zuivere huid op haar. Nou, tot kijks. En thanks for watching.